Almere City FC is actie. Is Flevoland. Is jouw club en wil altijd winnen. Almere City, wij gaan voor elke kans. Almere City ruilde het vertrouwde kunstgras op de donderdagtraining in voor natuurgras. Vrijdagavond wacht de uitwedstrijd tegen Achilles 29, waar ook op een natuurlijke ondergrond gespeeld zou worden. Ja, het is wel omschakelijk. Het kunstgras van ons en het veld hier is toch wel een grote schil. Het kunstgras is natuurlijk heel vlak. Dit veld is totaal niet vlak waar we op getraind hebben. En morgen zal het denk ik ook niet zijn. Helemaal niet in de tijd van het jaar. Dus dan is de omschakeling eerst daar. Maar dat is vooral mentaal dat je even moet omschakelen. Voetballen kunnen we wel. En je moet soms iets ander soort spel leveren. En dat wat ik net al zei, dat is in de manier van dat je strijd moet gaan leveren. Soms in plaats van dat je alles op techniek doet. 2 jaar geleden was Achilles 29 nog een topklasser. Maar dat wil niet zeggen dat de wedstrijd in Groesbeek op voorhand een makkie zal worden. Ja, dat is gewoon een heel, heel lastig ploegje. Natuurlijk gewoon op gras. Wij zijn kunstgras gewend, maar dat mag geen excuus zijn. Wij moeten daar gewoon 3 punten pakken als we ons eigen spelletje spelen. Ik verwacht dat het niet makkelijk gaat. Achilles blijkt toch een stugge ploeg dit jaar. Dat blijkt tegen meerdere tegenstanders dat ze toch aardig wat punten hebben gepakt. Helemaal in vergelijking met vorig jaar. En het is een lastig veld. Dus je moet ook strijd leveren. Niet alleen op een manier van de techniek en van het voetbal, maar ook met combineren met strijd. En als ze evenveel strijd leveren als dat Achilles doet, dan moeten wij kwalitatief beter zijn en de 3 punten pakken. Afgelopen maandag speelde Almere City met 2-2 gelijk tegen de Graafschap. Hierdoor is het gat met de nummer 5, FC Os, opgelopen tot 9 punten. Nou, wat we meenemen is wel duidelijk dat het zoals de eerste helft ging, dat we het niet moeten doen. En wat dat betreft hebben we wel 2 hele goede voorbeelden van een helft van hoe het wel moet en een helft van hoe het niet moet. En ik denk dat wij de tweede helft moeten beschouwen als hoe we moeten spelen en hoe we strijd moeten leveren. En ik denk dat we daaruit de kracht moeten putten en vanuit daaruit verder moeten borduren. Nou, kijk, als je de eerste helft hebt gezien, dat was gewoon niet goed van onze kant. Als team zijn er niet, we werden een beetje weggespeeld omdat we niet goed stonden. De tweede helft hebben we dat heel erg goed opgepakt. We stonden goed, kansen gecreëerd en met een beetje geluk weer die wedstrijd nog. Er zijn nog 8 speelronden te gaan. De 5e plek is nu wat verder uit zicht geraakt, 9 punten. Kijken jullie daar nog naar of is het nu ook een kwestie van vertrouwen tanken op weg naar de play-offs? Ja, ik denk nu dat je gewoon realistisch moet zijn en vertrouwen moet tanken op weg naar de play-offs. Ik denk dat we nu gewoon moeten beseffen dat we gewoon per wedstrijd 3 punten moeten gaan pakken en dat je daar elke wedstrijd voor moet gaan. Omdat we kunnen winnen van elke tegenstander, of het nou NEC is of Achilles uit. Je moet altijd voor de 3 punten gaan in ons geval. En ik denk dat we gewoon eerst morgen maar moeten kijken dat we 3 punten pakken. En dan zien we dan wel verder hoe we eindigen. En verder moeten we in ons achterhoofd houden dat we klaar zijn voor de play-off straks. En dat we topfit die wedstrijden in kunnen gaan in mei.